Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar GPTV. Donderdagmiddag kwamen 160 vluchtelingen aan bij de Waddenhal in Harlingen. De mensen zijn veelal afkomstig uit Syrië, Eritrea, Irak, Somalië en Afghanistan. De vluchtelingen blijven zo kort mogelijk in de Waddenhal, ze worden namelijk zo spoedig mogelijk herplaatst. De sporthal is woensdagavond ingericht door het Rode Kruis, daar staan nu 200 bedden klaar. Ook heeft het Rode Kruis voor hygiënepakketten gezorgd. Via de veiligheidsregio gisteren gevraagd, gisteren om 4 uur, dus dat was laat. En toen werd gezegd dat ze rond 2 uur zou komen, wat een uurtje later begrijp ik. Maar vanmiddag komen ze voor 72 uur in eerste instantie. Ja, het gaat echt om een tijdelijke opvang? Het gaat om heel tijdelijke opvang, dus ja. In de Waddenhal, wat moest er vandaag allemaal gebeuren en gisteren om dit voor elkaar te krijgen? Nou, u ziet achter mij een groot aantal bedden staan, dat had u ook al opgemerkt. Die moesten er allemaal neergezet worden, dat heeft het Rode Kruis gedaan. Er moet catering geregeld worden voor die mensen, dat is inmiddels rond. Er moeten de douches, toiletruimtes, kleedruimtes, van alles en nog wat. Het is allemaal in gereedheid gebracht, zodat aan de eerste levensbehoeften voldaan kan worden. Toen u gevraagd werd, ja, dan moet er op zoek naar een locatie, was de Waddenhal al direct in sprake, zeg maar? Nou ja, dat is een locatie waar je een opvang van een dergelijke omvang vrij snel kunt regelen. Dan moet er wel vervolgens weer van alles geregeld worden met scholen, sportverenigingen enzovoort, die hier dan eventjes niet terecht kunnen. Maar omdat een kortdurende opvang betreft, leek ons dat niet onoverkomelijk. Ook omdat er nog een weekend in zit ook nog. De mensen die hier komen, die komen van elders, van Rotterdam heb ik begrepen. Ook daar zitten ze maar slechts 3 dagen in opvang. Ja, zo blijven we een beetje zeulen, hè? Ja, ik hoop ook dat zeker voor de betrokkenen die hier terechtkomen, dat ze hierna naar een locatie gaan waar ze wat langer kunnen verblijven. Maar dat is het probleem. Dat is wat het COA klaarblijkelijk ook over de schoenen loopt. Dat er niet voldoende vaste opvangplekken zijn op dit moment. En wel een continue instroom van vluchtelingen. Zodat ze dus dit soort terug moeten vallen op dit soort kortdurende opvang. Is er ook nog een mogelijkheid dat ze hier nog langer blijven zitten? Ja, dat is mogelijk. Er is meteen bijgezegd dat er een optie is om het met 72 uur te verlengen. Nou, dat betekent concreet dat het waarschijnlijk tot aanstaande zondag, maar mogelijk tot aanstaande woensdag zal duren. U heeft het nieuws bekendgemaakt hier in Harlingen en de omgeving. Hoe is erop gereageerd? Over het algemeen heel positief en door een enkeling niet positief. En dat zijn dan Twitter, Facebook enzovoorts berichten. Het zijn geen nieuwe inwoners. Het zijn mensen die hier zeer tijdelijk verblijven. Geconfronteerd ook met die enorme aanstroom van vluchtelingen in heel Nederland. Waar wij nu ons deeltje voor nemen. Ik zag ook beveiliging in en rond de hal. Dat is ook noodzakelijk? Ja, dat is gebruikelijk ook. Hè. Bij alles wat beveiligen tegenwoordig. Alles wat afwijkt van de normale gang van zaken. Dus nu dus voor de komende 3 dagen in elk geval, kan het ook nog zijn dat in de komende tijd als mensen weer van andere steden hier naartoe moeten komen, jullie nogmaals worden ingezet? Dat verzoek naar ons toekomt lijkt me niet ondenkbaar. Maar ik zeg het in alle voorzichtigheid, ik heb ook geen enkele aanwijzing dat het gebeurt. Is ook niet op gezin speelt, maar het zou mogelijk zijn. En dan zullen we opnieuw zo'n verzoek beoordelen. Wat ik wel hoop is dat we dan eventjes wat meer tijd krijgen, dat we ons wat meer kunnen voorbereiden. Ook eens met deze en gene kunnen overleggen, de raad op een andere manier in kunnen schakelen enzovoort.